Bewoners van de Van der Goestraat in Onselersdijk zijn de wanhoop nabij. Huurwoningen van Vestia worden gerenoveerd, maar in een aantal gevallen lijkt de boel wel geruïneerd. Bewoner Jan van Gorselen neemt ons mee naar binnen. Als dan zeg maar de wind kwam, dan waaide dat zo gewoon de lucht in en naar de zijkanten toe. En aan de andere kant, daar is het dus naar binnen geregend en daar heb ik een lekkage gehad. Ze waren dus aan het slijpen, zonder stofzuiger. Mijn hele tuin was wit. Mijn hond die wel eens in de tuin loopt, die is bruin. Die was wit, dat leek me een sneeuwpop. Maar dit is mijn schuur. Ik heb zelf nog een deksel eroverheen gelegd. Maar ja, dat had ik net zo goed niet hoeven doen, want dat is schande. We werken goed samen met deze aannemer, maar het blijft mensenwerk, dit soort werkzaamheden. Dus er kan natuurlijk wel eens wat misgaan. En daarom is juist ook die samenwerking nu zo belangrijk, om te zorgen dat we zo snel mogelijk goede oplossingen vinden. En uiteraard zorgen dat het bij de komende woningen beter gaat. Ook de communicatie met het bouwbedrijf en corporatie Vestia verloopt uiterst moeizaam. Ja, nou goed, ik ga ervan uit dat zij u gewoon op hele korte termijn bellen. Dus, okay. Ik heb ongeveer 25 keer contact gehad in de afgelopen 3 dagen met Vestia. Vestia weet de naam van het bouwbedrijf niet. Ze zijn met 80 dingen tegelijk bezig. Ja, ik hou mijn hart vast. Ja. Ik kan niet weg. Ik ben eigenlijk opgesloten in een huis met stof, tocht, vocht. En niemand die me kan helpen. Nou, ik denk dat dit al 8 uur deze week dat ik naar een teacher heb moeten luisteren. Vestia zegt met de gedupeerde bewoners contact te hebben gezocht en samen oplossingen te hebben gevonden. Bij de eerste woning hebben we bijvoorbeeld bewoners geïnformeerd over de planning per brief. Vanaf nu gaat de aannemer persoonlijk bij de mensen thuis langs om de planning door te spreken en ook de laatste details toe te lichten, zodat mensen ook nog hun vragen kunnen stellen. Verder zegt de corporatie lering te trekken uit dit project. Intussen is bekend dat de benodigde omgevingsvergunning ontbreekt. Daarom zijn de bouwwerkzaamheden voorlopig stilgelegd. Zo naar binnen.